Mijn naam is Tessa van Loenen en ik wil jullie allemaal welkom heten bij de derde webinar in de reeks van drie die FAROS organiseert over inclusieve wetenschap. In de eerste webinar hebben we het gehad over het belang van inclusief wetenschap. In de tweede hebben we het gehad over hoe je mensen bereikt, hè, om een zo inclusief mogelijke sample te krijgen. We hebben je tips en tricks gegeven. En deze webinar willen we ingaan over het begrijpelijk communiceren, het maken van vragenlijsten en waar je daarop moet letten. We hebben weer een heel mooi programma voor jullie. Majori de Been gaat straks in gesprek met Sefde en met Hester, allebei collega's van FAROS, die zichzelf straks nog wat beter zullen voorstellen. En daarna zal Hester nog een presentatie geven over begrijpelijk communiceren. Majori, wil jij het van mij overnemen? Ja, hallo. Goedemiddag. Mijn naam is Majori de Been. Ik werk als programmamanager bij FAROS. En ik mag in gesprek gaan met mijn collega Sefde Koka als eerste. En Sefde, kom er maar in, zou ik zeggen. Jij werkt als onderzoeker bij FAROS en je werkt ook als projectmedewerker. Je test heel veel materiaal samen met taalambassadeurs op begrijpelijkheid en toegankelijkheid. Het gaat om informatiemateriaal voor patiënten. Het gaat ook om sites eigenlijk die je test, e-health, apps. En je test ook vragenlijsten met taalambassadeurs. Wat is eigenlijk een taalambassadeur? Kun je daar iets over vertellen? Nogmaals, welkom iedereen. Ik ben Sefde. Zoals Majori heel mooi heeft samengevat, test ik veel materialen op toegankelijkheid en begrijpelijkheid. En dat doen we samen met taalambassadeurs. Dat zijn mensen die zijn aangesloten bij Stichting ABC. En zij worden eigenlijk getraind in advies geven, feedback geven op informatiematerialen en ook op digitale toepassingen, digitale zorgtoepassingen vooral. En zij zijn in het verleden laaggeletterd geweest, of zijn dat in veel gevallen nog steeds. Dus ze hebben veel moeite met lezen en schrijven en rekenen. Daar lopen ze in het dagelijks leven ook tegenaan. Omdat ze brieven bijvoorbeeld niet goed kunnen begrijpen. Of vragenlijsten niet in hun eentje kunnen invullen. Daar hebben ze dan hulp bij nodig. Samen met hen testen we materiaal. En passen we dit aan. Formuleren we adviezen op. En werken we samen. Ja, en waarom vind je het belangrijk om bijvoorbeeld vragenlijsten te testen? Ten eerste is dat heel belangrijk, omdat als wij een opdracht krijgen om een vragenlijst te vereenvoudigen en toegankelijker te maken, herschrijven wij deze met alle kennis die wij over communicatie hebben en over de taal hebben. Maar onze kennis is daarover... het is kennis en wij zijn geen ervaringsdeskundigen daarop. Wij weten niet hoe het is om moeite te hebben met lezen en schrijven. En wij weten wel, dit soort woorden kunnen moeilijk zijn, dus die herschrijven we dan. Maar wij missen af en toe woorden of we missen dingen bij het herschrijven die we bij het testen dan eruit halen. Bij het testen worden wij er dan op geattendeerd van, dit stuk is blijkbaar toch nog moeilijk. En zo voorkomen we dat we dingen over het hoofd zien. Vandaar dat het testen echt, net zo waardevol, misschien zelfs waardevoller is dan dat wij het in ons eentje herschrijven. Ja, dus ook na enige jaren ervaring, want je doet het al enige jaren bij ons, bij FAROS. Ook na enige jaren ervaring is het nog altijd zo dat je nieuwe dingen leert in dat testen. Dat je het niet zelf, die vragenlijst, al begrijpelijk kunt maken. Nee, zeker. En zoals ik al zei, dat komt echt vooral omdat wij... we kunnen ze zo goed mogelijk in hun schoenen plaatsen, maar dat gaat nooit 100%. En door het ook met deze mensen samen te doen, kan je er zeker van zijn dat wat je hebt ontwikkeld, dat begrijpelijk is voor de doelgroep. Anders dan blijft er toch nog
Dan zou ik in ieder geval nog wel twijfelen eraan, omdat we het niet met die mensen samen ervoor hebben gezeten. En dat we niet, ja, als we niet elke vraag en elke antwoordoptie met z'n allen kijken, dan ben ik er in ieder geval. Het geeft gewoon meer kwaliteit ook aan het werk wat we doen als we het samen met de mensen doen. Je weet dan zeker dat die vragenlijst begrijpelijk is voor een hele grote groep mensen. Ja. En hoe doe je dat testen? Kun je daar iets over vertellen? Wat zijn daarbij aandachtspunten? Ja, het testen doen we in testrondes, noemen we dat. En een testronde bestaat uit minstens 4 sessies. Dus met 4 taalambassadeurs gaan we dan apart zitten, 1-op-1. En dan doorlopen we de vragenlijst. Dan vragen we hun om de vragen voor te lezen, zodat we kunnen horen of het lezen goed gaat en of er niet nog moeilijke woorden of dat de leestekens goed te begrijpen zijn. En dan vragen we ze eigenlijk om ons uit te leggen wat er staat. We sturen zo min mogelijk. We laten hun eigenlijk vooral de vragenlijst bekijken. En zij geven dan aan waar ze tegenaan lopen, wat ze niet begrijpen of wat te moeilijk is geformuleerd of dat ze moeite hebben met antwoordopties. Of zelfs de opmaak van een vragenlijst kan ook veel. Is ook een belangrijk punt om op te letten voor de overzichtelijkheid. Over dat soort dingen krijgen we dan feedback en dat noteren we. En dan op basis van al die feedback stellen we een rapport op met adviezen. Ja. Want je hebt het ook gehad over begrijpelijkheid natuurlijk en taalgebruik. Mm-hmm. Kun je iets zeggen over toegankelijkheid van vragenlijsten? Wat je daarin tegenkomt bij het testen? Ja, bij toegankelijkheid kun je denken aan waar staat je vragenlijst? Hoe komen mensen erbij? Deel jij de vragenlijsten uit? Of stuur je het op naar adressen? Of moeten mensen er zelf komen? Dat zijn allemaal stappen die vaak niet vanzelfsprekend goed gaan bij mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Omdat als het bijvoorbeeld een vragenlijst is die online ingevuld moet worden, moet je daar ook digitale vaardigheden voor hebben. Dus dat maakt een vragenlijst, als die alleen online beschikbaar is bijvoorbeeld, dat maakt het dan minder toegankelijk voor deze mensen. Ja. Wat is je voornaamste advies aan iemand die begint met het ontwerp van een vragenlijst als onderzoeksinstrument? Dat is een goede. Eigenlijk is het belangrijkste om sowieso samen te werken met de doelgroep. En dus ook vooral met mensen die moeite kunnen ervaren bij het invullen van zo'n vragenlijst. Want als het voor hun goed in te vullen is, is het voor iedereen goed in te vullen. Dus als je die groep mee hebt, dan is die gewoon helemaal goed. Maar het is ook belangrijk om, want daar lopen we vaak tegenaan met vragenlijsten, dat het doel van de vragenlijst niet altijd even duidelijk is in het begin. Waardoor je eigenlijk al, voordat je begint met invullen, eigenlijk al in de war raakt van, oké, waar gaat dit over? Waarom moet ik dit invullen? Waarom willen ze dit van me weten? Dus dat is een heel belangrijk punt, denk ik. Dus dat je een goede introductie hebt, ofwel een warme introductie door een zorgverlener bijvoorbeeld, ofwel heel helder gesteld, waarom is het voor jou belangrijk om die vragenlijst in te vullen, of waarom is het voor ons belangrijk dat jij die vragenlijst invult. Dat zijn natuurlijk twee redenen. Het kan een belang van de persoon zijn die hem invult, of het kan een ander belang hebben, een groter belang. Maar dat moet dan ook helder zijn. En kun je een voorbeeld geven van, je hebt ook vragenlijsten getest, van een misser? Een hele algemene is te veel antwoordopties. Dat gaat bijna altijd mis. Als er meer dan 3 antwoordopties zijn, met opties die heel veel op elkaar lijken. Om een voorbeeld te geven. Redelijk of zeer redelijk, nuances. Ja, precies. Dat gaat niet altijd heel goed, vooral omdat als je moeite hebt met de taal, dan heb je ook moeite met nuanceren. En sowieso een vragenlijst invullen is een uitdaging. Dus als je dan meer dan 3 antwoordopties hebt, dan gaan mensen heel erg
twijfelen tussen wat het verschil is tussen die en die. En dan vullen ze vaak de neutrale vakje in. Waardoor je ook niet ophaalt wat je moet ophalen, lijkt me. Dus ja. om dat te voorkomen, adviseren we altijd om 3 antwoordopties aan te houden. Omdat dat gewoon heel duidelijk is. En omdat dat maakt de vragenlijst. En het leidt er dan ook toe dat meer mensen de vragenlijst invullen. Precies, ja. In plaats van dat ze alles op neutraal zetten, omdat ze in de war raken door de antwoordopties. Ja. En Sefde, wat me ook opviel in het contact met taalambassadeurs, is dat het ook veel stress kan opleveren, zo'n vragenlijst. Mm-hmm. En dat wij ons niet realiseren ook vaak hoeveel tijd het kost om zo'n vragenlijst door te nemen als je moeite hebt met lezen en schrijven. Dus kun je daar iets over vertellen? Van ja, zeker. Wat wij in 10 minuten doen, dat... Ja. Ja, dat duurt niet 10 minuten voor iedereen. Nee, klopt. Sowieso, mensen die moeite hebben met lezen en schrijven ervaren veel sneller stress bij het moeten lezen van iets. Dat roept ook heel veel ervaring uit hun verleden op, dat dat niet goed ging of dat het iets niet goed begrepen. Vooral als het gaat, zeg maar, in de context van de zorg is dat veel stressvoller, omdat het brengt wel gevolgen met zich mee. Het kan gevolgen met zich meebrengen voor je gezondheid. Ja. Dus dat levert al stress op. Heb ik zo je vraag? Ja. Want het is onze ervaring met het invullen van een vragenlijst, of de ervaring van mensen die goed kunnen lezen en schrijven, zo moet ik het eigenlijk formuleren, is niet te vergelijken met iemand die moeite heeft met lezen en schrijven. En er zijn 2,5 miljoen mensen, volwassenen mensen in Nederland, die moeite hebben met lezen en schrijven. Dus het gaat om een hele grote groep. Die stress krijgt van het invullen van een vragenlijst. Ja, en inderdaad ook nog even over de tijd. Dat is ook wel een opmerking die ik vaker heb gekregen. Als er dan staat, het invullen duurt 10 minuten of 15 minuten. Ik krijg bijna altijd, bij een testronde krijg ik dan bijna altijd de opmerking van, ja, dat zal wel. Dat kost mij altijd 1,5 uur minstens, weet je wel. Dus ze hebben daar dan al ervaringen mee. En als dat er dan boven staat, dan het roept ook eigenlijk negatieve emoties op, al voordat ze beginnen, omdat ze al weten van, dat gaat mij nooit lukken in die tijd. Ja. Dus dat is ook een punt. Als je de vragenlijst test met deze mensen, dan kan je een wat realistischere tijdsaanduiding ook toevoegen aan de introductie. En het confronteert mensen ook meteen met wat zij ervaren als onvermogen. Ja. Dankjewel, Sefde, voor het gesprekje. Er komen misschien straks nog vragen in de chat, ook aan jou, Gudule Boland. Ons collega doet haar uiterste best om zoveel mogelijk vragen al te beantwoorden. Maar misschien komt er zo nog een vraag aan jou. Je kan niet de hele sessie blijven, hè? Nee, ik moet helaas over 6 minuten moet ik er ook uit. Dus als er nu vragen zijn, kan ik misschien... Zijn er vragen in de chat nu? Kan ik die... Gudule, is er nu een vraag aan Sefde? De vragen zijn op dit moment vrij technisch en die kan ik dus in de chat wel af. Zullen de mensen die een vraag hebben gesteld het daar waarschijnlijk niet mee eens zijn, maar ik denk dat het goed is om nu door te gaan met Hester. Oké, dankjewel. Dankjewel, Sefde. Ja, nee, dan ga ik jullie verlaten. Veel succes nog. Dankjewel. Ga ik nu met mijn collega Hester van Bommel in gesprek. Zij gaat... Hester, ja, ik zie je. Hi. Jij werkt als senior projectleider bij VAROS. En je hebt ongelooflijk expertise op wat het betekent om beperkt gezondheidsvaardig te zijn. En je hebt de afgelopen maanden onder andere ook gewerkt met Sefde aan de sneltestvragenlijsten. En je bent op dit moment intensief betrokken bij ontwikkelingen rondom de prompt. Misschien wil je eerst even toelichten wat een prom eigenlijk is. Ik hoorde het niet zo heel goed. Ik weet niet of anderen dat ook hadden. Maar de strekking heb ik zeker gehoord. Ik zit inderdaad nu veel rondom het traject uitkomstgerichte zorg. En ben betrokken bij de proms. Een prom is eigenlijk een meetinstrument dat de PROS van de patiënt meet, dus de Patient Reported Outcome. En het gaat vooral over de waardering of de mening van de patiënt zelf.
Dus dan kan je denken aan pijn of aan het sociaal functioneren, fysiek functioneren, kwaliteit van leven. En om die stukjes te meten, zeg maar, zijn er meetinstrumenten ontwikkeld en dat noemen we een PROM. En in die, op dit moment is er in het kader van uitkomstgerichte zorg natuurlijk veel te doen over de PROM. Ik probeer wat harder te praten. Is dat beter? Ja, ik hoor je niet goed, maar het was net een soort storing. Dat was het. Oh. Het had niet aan met geluid te maken, maar meer met een soort wegvallen. Dan zal ik niet gaan schreeuwen. Waarom vind jij het belangrijk dat die PROM-vragenlijsten getest worden? Of in ieder geval ook dat daar in de ontwikkeling en in het gebruiken van die vragenlijsten rekening gehouden wordt met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven? Ja, een PROM, dat wordt eigenlijk op twee manieren gebruikt. Sowieso als een soort gespreksmiddel, ook of een gespreksmiddel tussen patiënt en de zorgverlener. Waarop ze samen ook keuzes gaan maken. Hoe gaat de behandeling eruit zien? Of gaat jouw zorg eruit zien? Of wat heb jij nodig? Dus als een PROM niet begrijpelijk genoeg is, of als de vragenlijst niet begrijpelijk genoeg is, dan kan ook zo'n gesprek in de spreekkamer echt alweer moeite of ja, meer problemen eigenlijk opleveren. Dat mensen gewoon de vragen niet goed hebben begrepen, of ze hebben gewoon iets ingevuld wat misschien helemaal niet zo is, als ze de vraag beter hadden begrepen. Het is ook nog een soort, PROM's worden ook gebruikt kwaliteit van zorg te meten en leren en verbeteren van elkaar tussen zorgprofessionals onderling. En als we nu denken van aan dat je dan eigenlijk met deze vragenlijst de 1/3 van de populatie in Nederland mist of eigenlijk ontbreekt. Dat is natuurlijk ontzettend veel. En betekent ook dat als je wil gaan vergelijken of als je gaat kijken naar kwaliteit van zorg, dat je bijvoorbeeld die patients like me, zoals we het altijd noemen, daar missen we gewoon een hele grote groep. En dat kan gewoon niet. Het is gewoon niet acceptabel. Ja. Die patiëntengroep, dat zijn vaak de mensen met meer complexe problemen. Mensen die inderdaad moeite hebben met lezen en schrijven. Zijn niet vertegenwoordigd in de data die we met elkaar verzamelen. Als het gaat om de zorg. Nee. En nu zit jij dus in allerlei werkgroepen om met mensen die zich bezighouden met het implementeren van PROMs te kijken hoe je die geschikt krijgt en hoe je die valide krijgt ook voor deze groep en hoe we daar verbeteringen aan kunnen brengen en hoe we eigenlijk met elkaar kunnen werken aan inclusieve PROMs, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Wat kom je daarin tegen op je pad? Wat zijn dilemma's? Er zijn veel dilemma's en ook best wel begrijpelijke dilemma's. Ook wel onwetendheid of minder bekend zijn met dat mensen hier moeite mee hebben. Dus ook heel erg logisch, zeg maar, als je daar minder van weet of minder... Het is ook vaak lastig om mensen te herkennen. Sefte gaf het net ook al aan. En mensen die moeite met lezen en schrijven zeggen niet als eerste bij binnenkomst in de spreekkamer, ik heb daar moeite mee of ik kan een vragenlijst niet invullen. Dus die proberen toch op de een of andere manier daartussendoor te gaan. Dus de dilemma's zijn vaak dat mensen dat niet weten. Vragenlijsten worden soms al heel lang gebruikt. Het zijn vaak internationale vragenlijsten ook. Dus het is ook een soort gewoonte van dat gebruiken we al jaren op deze manier. Op deze manier kan je natuurlijk ook data met elkaar vergelijken of trends vergelijken in de zorg. En als jij een vragenlijst gaat sleutelen, dus of de vraagstelling al verandert of je gaat moeilijke woorden eenvoudiger maken, dat lukt vaak nog wel. Maar als je komt aan de antwoordopties, vaak is het echt wel meer dan 5, of eigenlijk gebruikelijker 6 of 7. Dan wordt het lastiger om dat voor elkaar te krijgen. Er zitten echt wel wat dilemma's. Ik denk ook dat er echt wel wat mogelijkheden zijn, maar het moet wel wat bekender gaan worden voor iedereen. En ik merk nu dat het langzamerhand steeds wat bekender gaat worden dat er een grote groep in Nederland hier moeite mee heeft. Ja. En dat er ook wel meer vragen naar ons toe komen en zeker vanuit de zorgverlenerskant. Ik merk toch dat een groep patiënten dit niet invult en ik mis gewoon een stuk data. Ja. 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 En die ook informatiemateriaal is. Dat speelt ook iets bij vragenlijsten. Hè? De wens van onderzoekers om compleet te zijn en zoveel mogelijk, als het gaat om patiënteninformatie, zoveel mogelijk te vertellen. En als het gaat om vragenlijsten, zoveel mogelijk informatie op te halen. En terwijl we weten, voor mensen die moeite met lezen en schrijven, is 1 A4 en doornemen en antwoord geven op vragen al heel veel werk en heel veel stress. Dus die spanning tussen volledig willen zijn en heel veel informatie ophalen en het voor deze groep mensen
ook bij deze groep mensen ophalen en goede informatie ophalen. Dat is iets waar jij steeds tegenaan loopt. Wat in zo'n traject, hè, met ontwikkelaars van vragenlijsten of gebruikers van vragenlijsten. Wat merk jij dan wat belangrijk is of waar zet jij op in? Het is een beetje de balans zoeken soms, hè, van ook wel vragen stellen van waarom wil je al deze vragen stellen? Dat mensen soms ook denken, oh ja, misschien kan er ook wel wat uit. Een beetje balans zoeken tussen de lengte van de vragenlijst en waarom wil je het vragen. Heeft natuurlijk ook met het doel te maken waar Sef dan refereerde. Waarom heb je dit allemaal nodig? Is het echt voor de behandeling zelf? Of kan je ook dingen wel weglaten? Want dat kan je in een gesprek gewoon checken of op die manier. Dus daar is het een beetje naar zoeken naar de balans van wat heeft iemand nodig en wat is belangrijk om in te vullen en waar moet de patiënt een antwoord op geven. En ook wat ga je inderdaad ook met de gegevens doen? Is het inderdaad om te vergelijken of is het echt om een behandelplan op te stellen of wat dan ook? En dan zie je wel dat je makkelijker ook aan de vragenlijst kan komen, want er wordt natuurlijk wel gezegd, deze vragenlijst is gevalideerd, maar het is altijd goed om na te gaan voor wie is die dan gevalideerd en vaak niet voor deze groepen. Plus validatie is in die zin in de praktijk natuurlijk wat minder belangrijk als het echt puur gaat om behandeluitkomsten te genereren voor de patiënt zelf. Dus als je het echt wil kijken, welke behandeling gaan wij inzetten. Ja. En daar, dat is goed om dat ook wel een beetje scherp te stellen met elkaar. Ja, in gesprek te gaan en soms compromissen sluiten en wel echt kijken naar deze groep, want het is een hele grote groep die buiten de boot valt, geen goede zorg krijgt of in de cijfers niet vertegenwoordigd is eigenlijk. Ja, okay. Ja zeker. Ja. Dankjewel, Hester. Ik kijk even of ik luister even naar Gudule. Zijn er vragen in de chat die je nog niet hebt kunnen beantwoorden of die je voor wil leggen aan Hester, Gudule? Er zijn een aantal vragen over onderzoeksmethodes. Die hebben Jennifer en ik allemaal beantwoord. Maar er is één vraag van iemand en die zegt, wanneer ik een vragenlijst verbaal af zou nemen, is er dan een verhoogd risico op sociaal wenselijke antwoorden als je dat verbaal doet, dus bij iemand met beperkte gezondheidsvaardigheden? Of is het risico vergelijkbaar bij alle doelgroepen ongeacht geletterdheid? Oh. Ik zou bijna zeggen dat het misschien vergelijkbaar is bij alle groepen als je een verbaal afneemt. Ik denk dat het misschien ook nog wel uitwerkt wie het afneemt. Is het een bekende zorgverlener of niet? Ik moet zeggen dat dat niet helemaal mijn expertise is of daar verschil in zit. Aan de andere kant denk ik wel, als iemand het voorleest, dat zeker mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden dat heel vaak heel fijn vinden. Dat zie je ook bij digitale vragenlijsten, als er een voorleesfunctie op zit, dat men dat heel prettig vinden. En het daardoor ook beter begrijpen wat er gevraagd wordt. Dus als het gewoon voorgelezen wordt, dan denk ik dat dat prima kan. Maar nogmaals, ik durf dat niet helemaal te zeker te zeggen. Ik weet niet of jij de andere ervaringen hebt, Gudule. Ja, mijn antwoord zou ook zijn dat het vergelijkbaar is. En dat je op deze manier wel sneller ziet of iemand een vraag wel of niet begrijpt. Ja. Doordat je aan allerlei signalen opvangt, wordt niet begrepen. Er is nog een andere vraag die zegt, het verhangen van internationale vragenlijsten is natuurlijk iets wat wij ook voortdurend terug horen, Hester. Dat je het niet simpeler mag vertalen, zegt deze persoon. Daar zijn wij het niet mee eens, trouwens. Want dan is het geen officiële internationale vragenlijst meer. En deze persoon zegt ook, valideren, als je vragen schrapt voor een patiëntengroep, ja, dan is de vragenlijst niet meer. Ook niet meer afgenomen zoals die afgenomen moet worden. En dan is de vraag, moet je dan standaard iemand op de poli inzetten die helpt met vragenlijsten afnemen? Als je echt wil vasthouden aan ingewikkelde vragenlijsten, dan is het denk ik heel fijn dat je iemand hebt op de poli die hulp kan bieden. Die daar ook echt zit en laagdrempelig te benaderen valt. Want ik denk ook dat sommigen nog steeds een drempel over moeten om naar die persoon toe te gaan van, kan jij mij helpen? Ook een beetje hoe het is ingericht. Is dat heel zichtbaar of is het niet zo zichtbaar? Ik weet dat er ook als vragenlijsten bijvoorbeeld via een tablet in de wachtkamer. Iedereen zit dan met een tablet, maar dan kan je zelf met oortjes in, kan je kiezen of het voorgelezen wordt of niet. Dus daar heb je verder niet zo heel veel last van. Dat kan ook al een hulp zijn.
Standaard iemand, ik denk dat je het meeste hebt aan toch de vragenlijst echt wel iets te vereenvoudigen. En ik denk dat er ook echt wel wat mogelijkheden zijn bij zo'n internationale vragenlijst. Ja, ik denk dat geeft nu ook iemand anders in de chat weer. Je kunt meer aanpassen in zo'n vragenlijst dan je denkt. Ja. En gewoon het hertalen van een vraag in makkelijker Nederlands, ja, dat doet verder niks af aan de inhoud van de vraag. Nee. En daarbij, het is ook een beetje wat Sefte vertelde. Je vraagt aan een, als wij bijvoorbeeld gaan testen met taalambassadeurs of met andere mensen, dan vraag je toch altijd in de eigen woorden, waar gaat die vraag over? En dan kan je ook al heel goed weten, meet deze vraag wat je wil meten. Of is de vraagstelling toch niet goed? Dus daar zit ook al een klein stukje, zij het heel klein, maar wel al een soort check-in van of die begrijpelijk genoeg is en of die meet wat hij moet meten. Waren dit de vragen voor Dule? Sorry. Ja, dit waren de vragen. Ik ben even op zoek naar de oorzaak van het achtergrondgeluid, maar, want daar klaagt iemand over in de chat. Maar ik was het niet. Nee, dat dacht ik. Nee. Dankjewel. Het kan zijn dat ik het ben, want ik zit op kantoor, dus ik weet niet of dat het is. Dankjewel Gidule en dankjewel Hester voor dit inleidende praatje. En dan geef ik jou nu het woord om eigenlijk een soort overzichtpresentatie te geven over waar moet je allemaal op letten als je wil werken aan begrijpelijk onderzoeksmateriaal en aan begrijpelijke vragenlijsten. Ja, ik ga hem even delen. Ja. Is die goed te zien? Ja, prima. Okay. mijn ervaringen komen wel veel uit de zorg. Wat Amiori ook al zei in de inleiding. Maar de tips die ik jullie ook geef is zeker ook breder bruikbaar. Ook in wetenschappelijk onderzoek met respondenten. Dus niet per se met patiënten. Alleen zal mijn praatje wel vaak gaan over patiënten. Dus, maar goed, ik weet dat het ook breder toe te passen is. Nog even in het heel kort waarom we hier nou zitten en waarom we deze webinars houden. En waarom het zo belangrijk is om inclusief te zijn. Is dat het toch nog één keer de cijfers. 1 op de 3 Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Een grote groep in Nederland is laaggeletterd. Helaas wordt die groep alsmaar groter. En we weten ook dat de uitkomsten van zorg slechter zijn bij deze groepen. En ongeveer 1 op de 2 heeft echt moeite om eigen regie te nemen. Dit even als een soort kader van hoe belangrijk het is om toch hier aandacht voor te hebben. Deze presentatie gaat een beetje over begrijpelijke communicatie, begrijpelijke vragenlijsten. Maar ik wil heel kort een paar voorbeelden geven waar het bij ons soms ook nog misgaat. En waarom het testen ook nog zo belangrijk is. Zoals dit voorbeeld was bij collega's. Die hadden samen met een gemeente allemaal mooie dingen gemaakt. Kom naar ons toe als u vragen heeft over de opvoeding van uw kind. Helaas kwamen er heel weinig ouders. Terwijl ze het nog zo begrijpelijk mogelijk hadden gemaakt. Een mooi beeldverhaal ook hadden gemaakt. Weinig ouders kwamen. En waar lag dat nou aan? Mensen lazen het woord opvoeding toch iets anders. Was een abstract begrip, hebben wij gewoon niet ook goed getest. Veel verwarring met het woordje voeding. Mensen hadden niet zoveel vragen over voeding, kwamen dus daarom ook niet naar het bureau toe. Er is in gesprek gegaan met ouders, waarom kwamen er nou zo weinig? En toen kwam er uit van, je moet toch nog wat concreter zijn en geen containerbegrip gebruiken. Maar het meer echt benoemen, waar gaat het over? Dus bijvoorbeeld, heeft de kind driftbuien of slaapt de kind niet goed? Dan is het duidelijker wat je daar kan, waarvoor je daar terecht kan. Nog een voorbeeld van een vragenlijst. Die werd heel goed ingevuld. De vraag was, zou je deze operatie aanraden aan de anderen? Veel mensen gaven een rapportcijfer van een 8 of een 9, dus ontzettend hoog gescoord. Maar ze zouden het toch niet aanraden. En waarom niet? Als je doorvroeg... bleek eigenlijk daaruit, ik ging natuurlijk niemand dat ze ook zo ziek worden en die operatie nodig hebben. Dus dat is natuurlijk een hele interessante om te achterhalen bij het testen ook. En nog eentje over piekeren, dat ging over het testen bij de SDQ-vragenlijst vanuit de JGZ. Alle jongeren die konden het goed invullen, wisten ook heel goed wat piekeren was. Niemand vond het een probleem, maar bij doorvragen, wat versta je er zelf onder...
bleken ze toch echt een hele andere betekenis eraan te geven. Dus echt over zeuren of over irritant doen. Natuurlijk niet wat wij bedoelen met deze vraag. Dat geeft eigenlijk een beetje het belang aan van wat taal doet en hoe wij denken dat iets wel eenvoudig genoeg is. We hebben zelf eigenlijk door alle ervaring die we hebben opgedaan de laatste jaren en bezig zijn geweest met alle vragenlijsten, hebben we eigenlijk het over, als we het hebben over inclusieve vragenlijst, over toegankelijkheid en over begrijpelijkheid. En we geven aan, een vraaglijst is toegankelijk als mensen met verschillende achtergronden en niveaus van gezondheidsvaardigheden ze kunnen vinden, openen en geheel kunnen invullen. En zeker dat vinden en openen, dat vraagt behoorlijk wat aandacht. En daar kom ik straks ook nog wel even op terug. En het geldt... Oh, heb ik net eentje overgeslagen. En die begrijpelijkheid gaat echt over alle niveaus van gezondheidsvaardigheden kunnen de belangrijkste boodschappen begrijpen en uitleggen. En uitleggen dan vaak gewoon in eigen woorden. Als een tekst te moeilijk is, dan krijg je een soort gatenkaas in wat je ziet en wat je leest. En ik heb hier een voorbeeldje van een ingewikkelde tekst vanuit de gemeente. Ik weet niet of jullie kunnen achterhalen waar deze tekst over gaat. Maar er zitten wel wat gaten in. Best veel gaten eigenlijk. Ik zal jullie laten zien waar het eigenlijk over gaat. En hier zie je de rode woorden. Mensen die wat meer moeite hebben met lezen en schrijven. Voor hen ontbreekt deze rode woorden. Dus je mist echt heel veel waar die tekst eigenlijk over gaat. Daarbij zijn het ook eigenlijk nog eens hele lange zinnen. Zal je nog iets meer daarover vertellen, over de taalniveaus? Ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn, maar eigenlijk gaat het van A1 tot C2. Als we een beetje denken aan ingewikkelde brieven vanuit de Belastingdienst, die zitten vaak op C1 of hoger, dan kunnen we eigenlijk zien dat 15% van de Nederlanders deze brieven aardig kunnen begrijpen. Maar dus echt een heel groot deel niet. Daarom adviseren wij vaak het liefst schrijven op A2 niveau of anders op B1 niveau. Dan heb je 80% of 95% van je doelgroep die het kan begrijpen. En in eigen woorden eigenlijk kan uitleggen. Ik heb daaronder nog even gezet. Je kan ook op A1, maar dat zijn zeer eenvoudige zinnen. Vaak is dat wel echt een hele lastige in binnen de gezondheidszorg of binnen wetenschappelijk onderzoek. Om daar goede vragen voor op te stellen. Dat zou ik dan wel eerder mondeling gaan doen. Maar A2 of B1 niveau kan je echt hele goede vragenlijsten maken. Of begrijpelijk voorlichtingsmateriaal of onderzoeksmateriaal. Alles onder A1, dat zijn echt losse woordjes. Hier een beetje om inzicht te geven. Als je niveau A1 zit, A2, dus dat is helemaal links wat ik net liet zien. En niveau A1 is een heel kort zinnetje, hoort de muziek van de buren. A2 kan je iets meer doen, maar het zijn nog steeds korte zinnetjes met onder elkaar. Om het ook een beetje overzichtelijker te houden. Als we datzelfde vraag willen stellen op B1 en B2 niveau, zeker op B1, dan zie je al best wel dat je behoorlijke zinnen kunt stellen. En dat je ook wat meer kan vragen, meer woorden kan gebruiken in een zin. Maar nog steeds hebben we wel de zinnen netjes onder elkaar gezet. Ook omdat dat makkelijker te lezen is. Dus niet zinnen doorschrijven op de regel, maar onder elkaar. B2 is natuurlijk alweer iets meer mogelijk. Gelukkig is er wel nu steeds meer dat mensen, organisaties in Nederland, een website bijvoorbeeld op B1 niveau willen hebben. Dat is natuurlijk wel heel fijn. Dan kan 80% het goed begrijpen. En dit was dezelfde vraag op C1 en C2 niveau zetten. Nou, vooral C2, dat is zo'n enorm verhaal, maar je vraagt eigenlijk hetzelfde. Ik denk dat heel veel mensen B1 ook al heel fijn vinden om te lezen en daar prima antwoord op kunnen geven. We hebben eigenlijk door onze ervaringen een aantal soort aandachtspunten samengesteld. We hebben veel vragenlijsten hertaald en vereenvoudigd. En daar is eigenlijk een soort gemene deler uitgekomen met verschillende collega's die dat gedaan hebben. Het hebben we allemaal bij elkaar gelegd van wat komen we nou toch veel tegen. Er komen eigenlijk vijf soort hoofdcategorieën uit die ik even kort door zal lopen. De eerste is eigenlijk het doel van de vragenlijst en instructies. Daar begon Sef ook mee. Als het niet duidelijk is waarom jij een vragenlijst moet invullen,
ja, waarom vul je dat dan in en wat gebeurt er dan mee? Dat roept heel veel vragen op. Ik denk dat iedereen dat voor zichzelf ook heeft. Het is fijn om te weten, is het voor mijn eigen behandeling? Of doe ik mee aan wetenschappelijk onderzoek en wat gebeurt er dan mee? Maar ook, waar kan ik hulp vragen? Mensen vinden het vaak fijn om te weten, al is als een soort geruststelling, van stel dat het niet lukt, of stel dat ik het niet begrijp, of stel dat ik online bijvoorbeeld digitale vragenlijst vastloop, wie kan ik bellen? En krijg ik dan gelijk iemand aan de lijn, of waar kan ik naartoe? En er zal niet heel veel gebruik van gemaakt worden, maar het geeft wel een soort geruststelling. Toestemmingsformulieren, ook heel belangrijk. Daar kom ik zo nog even op terug, met een paar voorbeelden. Het tweede categorie die we eigenlijk een beetje zo hebben ontdekt, is echt het ontwikkelen van de begrijpelijke vragenlijsten. Daar gaat het dus over die taalniveau, waar we het net al over hadden. Maar ook afkortingen, vaktaal is erg belangrijk om dat zoveel mogelijk achterwege te laten. Korte zinnen, maak het ook concreet. Dus als het echt gaat over dagelijkse bezigheden, is soms al best wel lastig. Maar maak het gewoon wat concreter, bijvoorbeeld over werk of over boodschappen doen. Of nou, in ieder geval dat mensen een beetje begrijpen wat je ermee bedoelt. Ook zeggen we altijd, vermijd stellingen zoveel mogelijk. Mensen nemen het vaak als waarheid aan, vinden het dan ook lastig om te beantwoorden. Dus maak er gewoon een concrete vraag van. Dan komt het onderdeel antwoordcategorieën. Daar gaat vaak wat mis. Dat is vaak voor mensen best een ingewikkeld gebeuren. Zeker als we kijken naar antwoordschalen. Als het een soort matrix is, is het helemaal ingewikkeld. Dat vraagt ook wat van je schoolse vaardigheden. Bij deze groepen zie je vaak dat ze dat wat minder hebben ontwikkeld. En is een soort matrix invullen, is voor hen wat ingewikkelder. Helemaal als alleen maar bovenaan de antwoordencategorieën genoemd wordt. En jij zit ergens bij vraag 39 en dan moet je elke keer naar boven kijken, wat was het ook alweer. Maakt het onnodig moeilijk. Ik heb rechts ook een voorbeeldje gezet van een antwoordschaal met heel veel opties. Geheel geen last, erg weinig last, een beetje last, redelijk wat last. Ja, wat zijn de nuances? Wat vul je in als jij wel wat last hebt? Maar wat, ja, ik zou dan ook niet zo goed weten, wat moet ik nou, waar zit ik? Wat moet ik invullen? Ik heb gewoon last of ik heb geen last. Wij adviseren dan eigenlijk vaak het liefst 3 antwoordopties. Maar ook zou het schelen als je het antwoordschaal onder de vragen gelijk stelt. Dus ook in de layout is dat eigenlijk best wel een belangrijke. Kijk ook naar de antwoordopties, ook naar het taalniveau. Want we zien soms wel eens dat we de vragen kunnen vereenvoudigen. Maar dan blijven de antwoordopties nog heel erg ingewikkeld. Dus kijk of je daar ook, besteed daar ook veel aandacht aan, want daar gaat vaak wat mis. En we hebben ook wel alternatieven die je kan doen in plaats van in zo'n matrix invullen of onder de vraag. Kan je ook met andere voorbeelden soms beter uit de voeten. Daar komt zo ook nog een voorbeeld van. Vormgeving al wel een klein beetje gezegd. Hou het overzichtelijk. Ga hem niet leuker maken dan nodig is. Belangrijk is gewoon dat het overzichtelijk blijft. Dus een duidelijk lettertype. En lengtevragenlijst is een hele belangrijke. Wij adviseren vaak 20 vragen is eigenlijk wel een beetje het maximum. Mensen doen daar toch al wat langer over als je wat meer moeite hebt met lezen en schrijven. En daarbij wordt de concentratie ook steeds minder. Dus als jij een hele lange vragenlijst hebt, ten eerste is het vaak niet helemaal nodig. Kijk goed, wat wil je nou echt weten van die persoon? En denk niet, oh, ik doe deze vraag er ook nog maar even bij, want dan heb ik dat ook nog. Voor patiënten die proberen dat allemaal serieus in te vullen. En doen daar dus gewoon heel erg lang over. Ik sprak laatst ook een taalstudent en zei, ja, ik heb daar de hele avond op gezeten. Waarvan iemand zegt, dat vul je thuis wel even in, 20 minuten en je bent klaar. Maar deze mevrouw had gewoon de hele avond daar haar hoofd over gebroken. Dus goed om je te realiseren. Digitaal papier. Wij zeggen, ja, bied het beide aan en vraag wat de patiënt het liefste heeft. De een vindt digitaal heel fijn om de voorleesfunctie aan te zetten of vindt het prettiger en de ander zegt, nee, ik heb liever papier, dan heb ik overzicht, dan weet ik waar ik ben en dan kan ik het nog even wegleggen en dan weer pakken. Dus dat is eigenlijk het meeste, je hebt de hoogste respons als mensen kunnen kiezen. Een ander is natuurlijk het testen en het valideren. Seft heeft al uitgebreid gesproken over dat testen, maar ik wil het echt nog wel een keer benadrukken, want ik vind het zo ongelooflijk belangrijk. Je haalt er zoveel uit. Wat begrijpelijk is en toegankelijk is. Dus ook als je een digitale vragenlijst, probeer het ook in die setting ook te testen met jouw testpersonen. En valideren, dan ga ik even door naar de volgende.
Dat is gewoon echt een dilemma. Ik snap heel goed over die validatie. Tegelijkertijd denk ik soms, is het niet altijd nodig of zijn er echt wel wat mogelijkheden? En het liefst zoek ik ook gezamenlijk naar compromissen. Wat is wel mogelijk en wat is niet mogelijk? We hebben wel een keer ook een vragenlijst vanuit een ziekenhuis vereenvoudigd. Daar liepen de artsen echt tegenaan. Wij missen gewoon 1/3 van onze patiëntenpopulatie. Dus wij gaan hem vereenvoudigen, zodat we hem ook echt kunnen gebruiken bij de behandeling. Dan is die niet te vergelijken met andere ziekenhuizen. Maar zij zeggen, ja, wij hebben echt dit nu nodig voor onze eigen patiëntenpopulatie. En ik denk dat het echt goed is om daar verder in de toekomst ook over na te denken, om vragenlijsten toch verder te gaan valideren, ook die voor iedereen begrijpelijk is. En leg een vereenvoudigde vragenlijst ook voor aan ontwikkelaars. Kijk hoe die daarop, wat we daarmee kunnen doen, of dat we toch een nieuw validatietraject daarvoor kunnen opzetten. En onlangs kreeg ik ook nog een artikel, dat er eigenlijk niet zoveel verschil is in uitkomstmaat als je kijkt naar de antwoordopties. Vaak wordt er heel erg vastgehouden aan die 5-puntschaal. Maar dit onderzoek wat daar de link van staat, die gaf aan dat je bij een 3-puntschaal eigenlijk dezelfde uitkomstmaten of uitkomsten hebt. Omdat zeker mensen die moeite hebben met lezen vaak de 2 uiterste kiezen of de middelste. En eigenlijk nooit die nummer 2 of nummer 4 kiezen, zeg maar echt die nuance. Dus dat vond ik wel een interessant gegeven. Ook een belangrijke, denk ik. Dit is een voorbeeld uit de praktijk van een vraaglijst die ik met een aantal taalstudeurs ook heb getest. Bij deze zie je eigenlijk dat er heel veel antwoordmogelijkheden zijn. Waar dat rode cirkeltje staat, ja, er staat niet eens een naam. Dus mensen snapten echt helemaal niet wat ze met die bolletjes aan moesten. Degene die naast mij zat, die zei, ik vul alles in het midden aan, want ik weet echt niet wat ik hiermee moet. Het is dat je naast me zit, anders had ik hem al lang dicht gedaan en had ik hem niet verder ingevuld. Die vond het echt ingewikkeld en die had er eigenlijk ook niet zo zin meer in. Aan de rechterkant een hele lange vraag, die sloeg dat eigenlijk over en begon maar bij die hokjes. Toen vroeg ik ook, wat ben je nou aan het doen? Ze zei, ja, kijk gewoon even, ik heb dat allemaal niet gelezen, er staan te veel moeilijke woorden in, zo'n lange zin. Dat begrijp ik gewoon niet. Dus zo wordt dan een vragenlijst ingevuld en hierop werd wel een behandeling gebaseerd. Dit is een leuk voorbeeld ook van de PREM. Wel weer in de zorg, in de eerste lijn. Daar kwam ook een vraag vanuit de praktijk. Die wilde ook graag dat alle patiënten in de praktijk het gingen invullen. Die miste ook een grote groep patiënten. Die hebben we vereenvoudigd. Daar zijn we nu over in gesprek, want er blijken meer zorggroepen dit heel graag te willen gebruiken. En hier gaan we echt kijken van, moet die gevalideerd worden of niet? Op dit moment zeggen heel veel organisaties die bij betrokken zijn, zoals ineen van, ik weet echt niet of het gevalideerd moet zijn. We missen nu deze groep, we willen graag dat ze dit gaan invullen. Waar het hierin misging, was nog niet eens zozeer de hele moeilijke vraagstelling, maar wel hoe de antwoordopties en de opmaak in elkaar steekt. Hier zie je weer 5 antwoordcategorieën. Ergens bovenaan staat wat het betekent. Dat was voor mensen lastig, dus wij hebben rechts hier het direct onder de vraag gezet met ja, soms nee. En het is nu ook zo dat als je nee aanklikt, dan kom je pas bij de volgende vraag. Klik je ja aan, zie je de volgende vraag niet. Dus ook daarin zie je dat je qua toegankelijkheid best wel wat kan doen. Dit zijn nog een paar voorbeelden met moeilijke en makkelijkere instructies. Die smileys, dat wordt beter begrepen dan als je zegt helemaal oneens of oneens. Een schuifmechanisme, dat was eigenlijk weer heel ingewikkeld. Zeker omdat zowel links als rechts een soort stelling staat die ook niet gelijk zijn. Dat wordt heel erg moeilijk. Op basis van al deze gegevens heb ik samen met collega's ook een sneltestvragenlijst ontwikkeld waar ook wat meer uitleg staat. Deze kunnen jullie ook vinden op onze website, de link staat daaronder. Waarin je zelf een beetje kan scoren van als je je vragenlijst doorloopt, maar ook als je hem gaat ontwikkelen, of je wil graag vragenlijsten met elkaar vergelijken. Dat je kan kijken, welke kan ik nou het beste inzetten voor mijn respondenten. Dat je een beetje kan scoren van, scoort deze nou overwegend groen of oranje? Dan is die misschien best wel oké, maar heb je echt heel veel rood, dan spreekt voor zich. Kijk nog eens goed van, wat kan ik hieraan veranderen? Waarbij wij niet echt een weging aan hebben gegeven. Maar taalniveau en antwoordopties, die springen er eigenlijk wel uit met hoe belangrijk die zijn.
Dan hebben we nog de patiëntenformulieren en de toestemmingsformulieren. Deze zijn ook bij het Radboud langsgegaan en goedgekeurd met MTC. Dus het kan wel om gebruikelijke formulieren te gebruiken. Er stond pas geleden nog een mooie column van Marcel Levy ook in Medisch Contact. Die ook aangeeft dat volgens mij waren het buren of zoiets die 12 kantjes of weet ik veel meer soort indektaal kregen over allerlei mogelijke bijwerkingen van medicatie. Onbegrijpelijk, terwijl deze mensen die waren niet eens laaggeletterd. Hij zegt ook de helft van de mensen in Nederland, en dan gaat het niet over laaggeletterden, die begrijpen vaak die hele patiënteninformatieformulier of toestemmingsformulieren niet. Dus dat zou toch echt wel wat begrijpelijker mogen. En zeker als je ook wil dat mensen mee gaan doen. Als mensen het niet goed begrijpen, dan mis je ook gewoon weer echt een groot deel van je onderzoekspopulatie. Dit is een alternatief om wat meer uit te leggen of om respondenten te werven. Een collega van mij heeft dit gemaakt, een heel mooi beeldverhaal. Waarin je ook wat meer te weten komt over wat is dan eigenlijk onderzoek als je daaraan meedoet. En waarom wordt het eigenlijk opgenomen? En wat betekent eigenlijk anoniem? Als je anoniem meedoet, wat houdt dat in? Dit is een mooi beeldverhaal in eenvoudige taal. Om mensen mee te laten doen ook aan je onderzoek en uit te leggen. Dit is nog een voorbeeld van een toestemmingsformulier. Deze zijn ook te vinden op onze website. Die kunnen jullie gewoon gebruiken en aanpassen voor je eigen onderzoek. En dit zijn nog andere tools. Er staat nog ook een artikel op onze website en op de pagina over inclusief onderzoek, over duidelijke vragenlijsten. Waar moet je op letten? En verder hebben we natuurlijk ook nog de checklist toegankelijke informatie die je ook kan gebruiken hierbij. Dit heb ik net al gezegd, onze website. Dit was het eigenlijk. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Ik heb met dansende vingers allerlei vragen zitten te beantwoorden. Er zijn een aantal vragen gesteld over het betrekken van mensen bij het ontwikkelen van dit soort materialen. Kun je daar nog iets over toelichten, Hester? Dus bijvoorbeeld het betrekken van patiënten of het betrekken van kinderen of hun ouders bij het ontwikkelen van materiaal dat gericht is op die doelgroep. Kun je daar iets over zeggen? Wat wij vaak doen in ontwikkeling van materiaal, maar ook het testen, is dat je test met de doelgroep voor wie het is. Dus als het inderdaad voor ouders is, dan is het belangrijk om die ouders daarbij te betrekken. Als het een vragenlijst is, dan is het ook goed om bij de doelgroep te testen waarvoor de vragenlijst ook bedoeld is. Wat wij ook doen met materiaal, is soms ook wel de zorgverleners ook erbij te betrekken. Want zij moeten het vaak gebruiken of inzetten. Dus beide zijn heel erg belangrijk, wil je dat het goed gebruikt gaat worden. Dat is zo ontzettend belangrijk en het klinkt soms wel als een open deur en toch wordt het heel vaak nog niet gedaan. Maar ook bijvoorbeeld bij een vragenlijst is het soms ook belangrijk om patiënten in te zetten. Er wordt nu van alles gevraagd, maar soms is het ook belangrijk om te weten wat wil de patiënt graag weten. En misschien moet dat ook in de vragenlijst komen, om daar zelf ook over na te denken. Ja, ik zat zelf te denken, Hester, misschien is het interessant om heel even kort te schetsen hoe je patiënten hebt betrokken en zorgverleners hebt betrokken bij de ontwikkeling van je handboek diabetes. Dat gaat niet per se over vragenlijsten, maar wel over begrijpelijk informatiemateriaal. Ja. Bij het ontwikkelen van begrijpelijk materiaal voor diabetes hebben wij een aantal huisartspraktijken betrokken. En met name de praktijkondersteuning van de huisarts was daarbij betrokken. En bij alle praktijken hebben wij gevraagd om met een aantal patiënten die moeite met lezen en schrijven, om daarmee in gesprek te gaan. Dat is ook gelukt. Patiënten die vonden dat ook leuk om daaraan mee te doen. En hen hebben steeds bevraagd, als wij nou materiaal ontwikkelen over jouw ziekte, wat vind jij nou belangrijk wat daarin komt? En zo hebben wij ze er steeds bij betrokken. Dus als we iets hadden gemaakt, hebben we het ook weer bij hen neergelegd van, is dit moeilijk of is dit makkelijk? Zijn deze plaatjes duidelijk? Wat staat erop? En datzelfde hebben we ook met de zorgverleners gedaan. Om uiteindelijk tot een resultaat te komen waar iedereen tevreden mee is.
Het klinkt nu heel eenvoudig. Dat is het ook weer niet. Je bent er ook wel tijd mee kwijt. Maar het levert ook heel veel op en ook heel veel inzichten op. Ja. Ja. Er is nog, dat was al wat eerder, kwam er een vraag van wat vinden mensen met een lager taalniveau er nou van als ze eenvoudig te begrijpen materiaal aangeboden krijgen? Ja, die zijn er heel blij mee. Zeker ook bij toen dat diabetesmateriaal klaar was, zijn we nog breder gaan testen. Dus niet bij de mensen die bij de ontwikkeling betrokken waren, maar ook voor taalambassadeurs. We hebben het ook nog op een ROC getest bij heel veel cursisten. Bij heel veel zag je een kwartje vallen. Dat ze zeiden, oh, dus mijn opa had dit. Of daarom heb ik deze klachten. Er waren ook taalambassadeurs die zeiden van, oh, maar misschien heb ik dan ook wat diabetes. Want ik heb hier en hier last van. Of die diabetes hadden en nu eindelijk begrepen wat ze hebben. Dus mensen zijn ook wel erg geïnteresseerd in het materiaal. En vind het heel fijn dat ze iets hebben wat ze zelf goed kunnen lezen en begrijpen. En niet aan iemand anders om hulp hoeven te vragen. Ja. Dankjewel. Eens even kijken. Heb ik nog een andere leuke vraag? Volgens mij heb ik het meeste wel beantwoord in de chat. Misschien is het leuk als je dat wilt doen, Hester. Ik heb in de chat een aantal mensen het antwoord. Nou, ga eens kijken bij de PLA-methode. Zou je daar misschien nog iets over kunnen zeggen? Ik moet even iets terug. Ik denk misschien is Tessa daar iets beter in. Omdat die gebruikt het denk ik vaker. Maar het is een hele mooie methode om met elkaar tot ook een soort overeenkomst te komen over in onderzoek ook wat er gedaan moet worden en op welke manier het gedaan moet worden. Of wat er ontwikkeld moet worden of wat erin moet komen te staan. Maar Tessa, ik denk dat jij het nog iets beter kan toelichten. Ja, zeker. PLA, dat staat voor Participatory Learning and Action. En dat is een onderzoeksmethode die je kan inzetten om met mensen vanuit verschillende aardige manier onderzoek te doen met elkaar. Er zijn heel veel verschillende technieken om eigenlijk op een gelijkwaardige manier met elkaar onderzoek te doen. Wat je vooral ziet is bijvoorbeeld een flexibele brainstorm, waarin je dus eigenlijk iedereen, dus zowel mensen die laaggeletterd zijn, als de artsen, als verschillende stakeholders met elkaar op zoek kunnen gaan naar antwoorden. Dus het is een hele participatieve onderzoeksmethode. Ja, en het leuke is daarin ook dat je daar heel veel met plaatjes enzovoort kan werken. Dus dat je niet met, wat je wel vaak ziet met post-its en iedereen schrijft wat op en dat het weer heel talig wordt. Maar juist ook heel visueel, waardoor iedereen gewoon mee kan doen en iedereen ook hetzelfde daarin is. En het is een bepaalde houding die je hebt als onderzoeker. Hè? Je vraagt niemand om te schrijven. Het gaat gewoon echt vanuit de groep zelf, hè? Wie wil bijdragen en wie kan bijdragen, die helpt mee om tot een mooie onderzoeksuitkomsten te komen. En inderdaad, wat Hester zegt, het is ontzettend belangrijk of heel goed dat deze methode ook gewoon veel visueel materiaal gebruikt. Ja. Ja. Tessa, kun je zeggen, iemand wil graag weten waar je kunt leren hoe je PLA kunt toepassen? We geven af en toe cursussen. Dus... Ja, we geven af en toe cursussen en trainingen. Dus via ons. Onder andere. Ja, ik moet heel erg zeggen dat ik niet precies weet wie allemaal trainingen daarin geeft. Misschien even een kwestie van googlen. Even zoeken. Ja. Om het aanbod inderdaad. Maar in ieder geval vanuit ons. Ja. 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 En dan wordt die aangekondigd op onze pagina trainingen. Dus ja, houd onze website in de gaten. Er was nog een vraag aangekondigd, maar die heb ik nog niet binnengekregen. Dus daar moeten we dan nog eventjes... daar komt-ie. Hier zegt iemand, we hebben een tijd geleden geworsteld met een boodschap op A1-niveau. Naar mijn idee werd het op een gegeven moment te simpel. En daardoor was ik bang dat onze doelgroep dit belerend op zou vatten. Hester,
denk dat jij daar wel iets over kunt zeggen. Ja, dat zeg ik ook weer op. Test het vooral en kijk wat de reactie is van mensen. Ik denk niet dat het te snel te belerend overkomt. Het zijn vaak ook een beetje je eigen aannames. Ik weet dat ik helemaal in het begin dacht, oh, is het niet te simpel? Of zouden ze het niet te kinderachtig vinden? Maar ik heb het nog nooit teruggehoord. Mensen zijn juist heel erg blij als het begrijpelijk is. En ik moet zeggen, ik sprak laatst ook nog een praktijkondersteuner. We hebben daar een soort gesprekskaart gemaakt. Zij gebruikt hem echt bij alle patiënten. Maakt niet uit of je laag, hoog opgeleid of waar je vandaan komt. Ze zei, ik gebruik hem altijd. En zij heeft nu in 2 jaar 1 keer gehoord dat iemand zei, dat ga ik niet doen, want dat vind ik te kinderachtig. Dus ik denk dat het altijd de moeite waard is om het uit te proberen. En het is ook een beetje hoe je zelf daarmee mee omgaat. Ja. Had je nog een vraag gedaan? Nee, ik heb op dit moment staan er geen vragen meer in de chat. Jennifer en ik zitten nog allemaal tips te geven voor begrijpelijk schrijven. Maar daar hoeven we jullie verder niet om te vragen, want dat kunnen we in de chat wel af. Ja. Dus ja, we kunnen afsluiten, denk ik. Dankjewel, Gudule. En dankjewel ook, Jennifer, voor het beheren van de chat. Hester, ook heel erg bedankt voor je presentatie. En Majori en Sef uiteraard ook. Er komt zo een evaluatieformulier in de chat. Nou ja, het zou in ieder geval heel fijn zijn als jullie die in ieder geval kunnen invullen. De reeks webinars is op dit moment klaar. Maar nou ja, gezien animo voor deze webinar en de afgelopen 2 webinars... Nou ja, denk ik dat we nog heel veel te bespreken hebben en nog heel veel met elkaar daar ook over in gesprek kunnen gaan en kunnen blijven. Heb je dus een idee of heb je vragen? Laat het dan ons vooral weten rondom dit thema, want dan kijken wij hoe we in het najaar terug kunnen komen, welke thema's we eventueel nog kunnen behandelen. Je kan dat ook aangeven in het evaluatieformulier, als je nog vragen hebt of thema's waar je graag nog een verdieping op wil. En dan neem ook gerust contact met ons op via e-mail. En dan laatste ding wat ik nog wil zeggen is volgens mij gewoon een hele fijne middag. En vul alsjeblieft het evaluatieformulier in. En dan komen we hopelijk in het najaar terug met nieuwe input.